Een van de eerste vragen die mensen mij stellen bij aanvang van een training of een workshop is: wat voor camera raad je me nou aan? Wat moet ik nou aanschaffen qua apparatuur? En ja, dat is natuurlijk een vraag die je kan beantwoorden met: wat is je budget? Want als je een paar duizend euro hebt, dan kun je een fantastische videocamera aanschaffen. En een halve ton nog beter. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. We gaan het hier hebben over de eenvoudige camera's, de eenvoudige middelen en eenvoudige apparatuur. Dan zijn er nog verschillende mogelijkheden. En dat hangt er een beetje vanaf wat je dan eigenlijk wil ermee. Als je bijvoorbeeld van plan bent om spontaan te filmen. Je wil graag dat die camera bij de hand is, dat die altijd klaar is om te filmen. Dat je niet aparte dingen mee moet slepen. En dat je zo aan de slag kan. Dan is welke smartphone dan ook, dit is een bepaald merk, maar dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Er zijn echt goede smartphones waarmee je mooi kan filmen. Die is altijd bij de hand en die is klaar om te filmen. En hij past in je broekzak en je kan er nog mee bellen ook. Bij voorkeur trouwens niet tegelijk. Dus zet hem uit als je gaat filmen. Dat is een goede tip om te beginnen. Dan heb je compact camera's, fototoestellen met een filmfunctie. En daar kun je ook fantastisch mee filmen en fotograferen. Dus als je ervan houdt om af en toe foto's te maken, af en toe te filmen en dat op een bepaalde manier te verwerken, dan heb je ook een filmtoestel en fototoestel in één, waar je een heleboel mee kan. Als je kiest voor een spiegelreflexcamera, dan ben je nog beter af op een bepaalde manier. Want dan kan je prachtig mee spelen met scherpte, diepte. En daar moet je alleen wel een beetje gevorderd voor zijn. Want het is moeilijk om stabiel te houden. En op het moment dat je spontaan wil filmen en meteen klaar wil zijn en geen statief bij je hebt, dan kan je beter niet met een spiegelreflexcamera filmen. Nou, dan is er natuurlijk nog de eenvoudige compactcamera, waar je ook prachtig mee kunt werken. Dus wat je wil, het kan allemaal. Het maakt niet veel uit. Deze heb je trouwens in verschillende soorten. Het is handig, als je nou echt wat meer wil met het filmen, dan is het wel handig om er eentje te kiezen waar je bijvoorbeeld een aparte microfoon op kan aansluiten. En nou, digitaal zijn ze allemaal. Vroeger had je nog wel met zo'n schijfje erin of met zo'n dvd'tje erin. Nou, dat is allemaal niet zo erg aan te raden. Dit is gewoon een prima camera. Dus ik zou zeggen, kies wat je wil en aan de slag.